91.648. Zoveel mensen zaten er op 22 april dit jaar in het stadion van Barcelona. De thuisclub speelde in de halve finale van de Champions League tegen Wolfsburg. De best bezochte wedstrijd in Camp Nou dit seizoen, maar vooral de best bezochte wedstrijd in het vrouwenvoetbal ooit. Maar er is meer. In verschillende landen is het bezoekersrecord verbroken. In de Verenigde Staten krijgt het nationaal vrouwenteam evenveel betaald als de mannen. En er is een EK-opkomst waarvan de finale op Wembley nu al is uitverkocht. Het vrouwenvoetbal leeft meer dan ooit. En hoe dat zo gekomen is, leggen we uit. Uitbundige oranje fans. De complete geschiedenis van het vrouwenvoetbal in een paar minuten is onmogelijk. Dus we lichten even wat dingen uit. Om te beginnen twee Europese succesverhalen. Barcelona en de Engelse competitie. We beginnen in Spanje. Eerste kerstdag 1970. Tijdens een evenement voor een goed doel vormen 16 vrouwen de selectie van de stad Barcelona. Ze worden gesteund door FC Barcelona, maar niet erkend door de club. Daarom hebben ze een andere naam en shirts en broekjes in een andere kleur. Alleen de sokken zijn van Barça. De wedstrijd, die gespeeld werd tegen een andere amateurploeg uit de stad, wordt nu gezien als het begin van het vrouwenvoetbal bij FC Barcelona. Maar in de tussentijd is er wel een hoop gebeurd. De ploeg veranderde een aantal keer van naam en kon op steeds meer steun rekenen van Barça. In 2002 wordt het team ook daadwerkelijk onderdeel van de club en krijgt het de naam die we nu kennen, FC Barcelona Femení. De ploeg wordt succesvol. Vanaf 2012 winnen ze 4 keer op rij de Spaanse competitie en je zou zeggen dat ze dan ook naam maken. Maar niets is minder waar. De inwoners van Barcelona kijken niet om naar de vrouwenploeg en sterker nog, ze weten nauwelijks van hun bestaan. Zo moesten speelsters fans uit de regio mailen met de vraag of ze misschien een keertje wilden komen kijken. Moet je voorstellen dat je nu een mailtje van Lieke Martens krijgt met de vraag of je weet of FC Barcelona bestaat. Maar de prestaties vallen wel op bij het bestuur van Barça. En vanaf 2015 professionaliseren ze hun vrouwenafdeling. Er wordt geïnvesteerd in staf en in faciliteiten. En speelsters krijgen genoeg betaald zodat ze er niet meer naast hoeven te werken. Er verandert dus nogal wat bij het team en dat is natuurlijk ook wel even wennen. Het werpt dan ook niet meteen zijn vruchten af. Maar de afgelopen 4 jaar gaat het als een trein bij Barça. Ze werden 3 keer landskampioen en stonden ook 3 keer in de finale van de Champions League, waarvan er 1 gewonnen werd. En het is eigenlijk simpel, 52 jaar na die ene eerste kerstdag is Barcelona een sterrenteam. Met de beste speelster ter wereld en een aantal speelsters dat daarbij in de buurt komt. Geen wonder dat ze dit jaar in hun competitie al hun wedstrijden hebben gewonnen en 3 nationale prijzen pakten. Maar wel een kleine kanttekening, de Spaanse competitie is niet de sterkste ter wereld. Daarvoor moet je namelijk naar Engeland. Bij Barça hebben ze er dus zelf voor gekozen om te investeren en met succes. Maar in Engeland was het juist de bond die clubs aanspoorde om hun vrouwenafdeling te professionaliseren. De FA begon met het veranderen van de competitieopzet. De Women's Super League werd namelijk eerst alleen in de zomer gespeeld. Maar vanaf het seizoen 2017-2018 wordt het, zoals we dat van de meeste competities kennen, tussen september en mei afgewerkt. Want spelen in de zomer was eigenlijk heel onhandig. Grote toernooien als de Champions League en EK's en WK's worden ook in de zomer georganiseerd. En dus kwam het voor de Engelse teams eigenlijk allemaal tegelijk. Het zorgde ervoor dat de clubs en het nationale team op internationaal niveau nauwelijks meededen om de prijzen. En daar wilde de bond met de wintercompetitie verandering in brengen. Het zou beter zijn voor het welzijn van de speelsters, meer publiek trekken en uiteindelijk moeten leiden tot het winnen van het WK 2023. Belangrijke stap, maar een jaar later gaat de FA nog verder. De bond verandert vanaf het seizoen 2018-2019 de licentie-eisen in de competitie. Zo moeten speelsters in dienst worden genomen en clubs moeten een academie hebben om hun talenten op te leiden. Alleen als je aan die en nog wat andere eisen voldoet, mag je meedoen aan de hoogste competitie. Dat had gevolgen.
Zo zakte Sunderland ineens terug naar het derde niveau, terwijl West Ham United juist de omgekeerde route bewandelde en ineens in de Women's Super League kwam te spelen. Maar belangrijker, in de jaren erna schiet het niveau in Engeland omhoog, bij alle clubs eigenlijk. De competitie krijgt een sponsor, de teams spelen steeds vaker in de grote stadions en er wordt een mega media deal gesloten met de BBC en Sky Sports. Dit alles moet nog altijd leiden naar dat ene grote doel, het WK van 2023 winnen. En niemand weet natuurlijk of dat gaat lukken, maar Engeland lijkt wel een goede kans te maken. Want er is misschien niet één topploeg zoals Barcelona, hun nationaal team is wel van een heel hoog niveau. Komt allemaal door die investeringen in de competitie. En hun bondscoach is Sarina Wiegman, je weet wel, die Nederland Europees kampioen maakte. Martens! Viviane Miedema, ze hebben het geflikt. Dit zijn de vrouwen om van te houden. Oké, dat waren de twee succesverhalen. Maar de vraag is, hoe goed doet Nederland het? Om maar meteen duidelijk te zijn, er is hier geen club zoals FC Barcelona. En de Eredivisie Vrouwen is ook geen Women's Super League. Maar er zijn wel wat overeenkomsten. Ajax bijvoorbeeld investeert al een paar jaar veel in hun vrouwenafdeling. Ze hebben een eigen academie en het was de eerste Nederlandse club met een op maat gemaakte cao voor hun speelsters. Dat gebeurde allemaal zo'n 3 jaar geleden en sindsdien won de club 2 prijzen. En dat is misschien nog niet zoveel, maar ja, bij Barcelona duurde het ook een paar jaar voordat die investering werd omgezet in het winnen van de Champions League. Dus wie weet. Inmiddels zijn er in Nederland wel meer clubs met een cao en een eigen academie. Maar dat is niet omdat dat van de KNVB moet, zoals in Engeland. Licentie-eisen gaan hier wel komen waarschijnlijk, maar wat die precies zullen inhouden is niet bekend. De Eredivisie loopt dus wel wat achter op de Women's Super League, maar er is ook een belangrijke overeenkomst. Want ook hier is een media deal. De wedstrijden van de Eredivisie Vrouwen zijn steeds vaker live te volgen. En hoe meer media-aandacht, hoe beter het is voor de sport. Het maakt het interessant voor sponsoren en daarmee kan er weer meer geïnvesteerd worden. Maar weet je wat ook helpt om meer aandacht te krijgen? Het EK winnen. En zo komen we bij deze zomer, het EK in Engeland. Oranje verdedigt daar de titel. Een titel die 5 jaar geleden werd veroverd en die het Nederlands vrouwenvoetbal definitief op de kaart heeft gezet. Van oranje marsen tijdens het EK in Nederland en het WK in Frankrijk tot honderdduizenden views op YouTube. De oranje vrouwen zijn populair. Maar niet alleen dat, voor andere landen is het ook een ploeg om rekening mee te houden. 3 jaar geleden stonden ze nog in de finale van het WK en we hebben Lieke Martens van Barcelona en Viviane Miedema van Arsenal. Maar eerlijk is eerlijk, het is niet in te schatten hoe goed Nederland nu is ten opzichte van Spanje, waar de helft van Barcelona voor uitkomt, en Engeland. Maar dat het toernooi aan zich een succes wordt, dat lijkt een zekerheid. De openingswedstrijd op Old Trafford is al uitverkocht, net als de finale op Wembley. En van de in totaal 700.000 beschikbare kaarten zijn er al zo'n 400.000 verkocht. En even ter vergelijking, in 2017 tijdens het EK in Nederland waren er maar zo'n 240.000 kaarten beschikbaar. En weet je wat ook wel leuk is aan dit EK? Er is eigenlijk nauwelijks kritiek op de organisatie of op het land waar het gespeeld wordt. Ook wel eens lekker. En dat maakt het ook weer interessant voor sponsoren, wat positief is, want hoe meer er geïnvesteerd wordt, hoe hoger het niveau wordt. Ja, daar is die! Het Nederlands elftal gaat naar de finale van het wereldkampioenschap voetbal. Al met al lijkt het jaar van het vrouwenvoetbal te worden met als hoogtepunt het EK. En daar hoef je helemaal niets van te missen. Radio, tv, online, social, teletext. We houden je via ieder medium op de hoogte. Tot dan!